Stel je voor, jij gaat samen met jouw team naar de directeur om een plan voor te leggen. Tijdens de presentatie vertelt je collega ineens iets waar jij het helemaal niet mee eens bent. En daarna volgt er een vraag die jij eigenlijk had willen beantwoorden, maar jouw collega gaat ineens over je heen. Herkenbaar? Presenteren met een groep kan soms heel frustrerend zijn. Daarom geef ik jou in deze video 3 stappen hoe jij beter met jouw groep kunt presenteren. Een goede voorbereiding is stap 1. Samen met jouw team ga je natuurlijk je presentatie voorbereiden. In deze voorbereiding bespreek je niet alleen wie het woord gaat nemen in de eerste fase, maar ook wie bijvoorbeeld inhoudelijke vragen gaat beantwoorden. En natuurlijk ook wat jullie gaan doen als er iets onverwachts gebeurt tijdens de presentatie. Zorg ervoor dat jullie het tijdens de voorbereiding eens worden over de inhoud van jullie voorstel. Ten slotte zijn jullie allemaal ambassadeurs van jullie standpunt, ook als je zelf niet het woord neemt. Het is dus heel belangrijk om zelf ook actief erbij te zitten als iemand anders de presentatie geeft. Tijdens stap 1, de voorbereiding, zorgen jullie er dus voor dat jullie een goede verdeling maken van wie wat doet tijdens de presentatie. Ook zorgen jullie ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Dit zorgt ervoor dat jullie overtuigender overkomen. Stap 2 is natuurlijk het heldere verhaal tijdens de presentatie zelf. Tijdens de presentatie zorgen jullie ervoor dat jullie voorstel of de vragen die jullie hebben duidelijk zijn door het gebruik te maken van een structuur. Deze structuur is het nummeren en labelen. Door middel van nummeren en labelen zorgen jullie ervoor dat het duidelijk is welke argumenten jullie hebben of welke vragen jullie hebben. Tijdens jullie presentatie maken jullie gebruik van de techniek van het nummeren en labelen om een heldere structuur aan te brengen in je presentatie. Als je meer wilt weten over deze techniek, kijk dan naar onze video die nu in beeld komt of in de link in de beschrijving. Stel je voor, jullie willen een aantal vragen stellen over de nieuwe leaseregeling. Dat doe je dan op deze manier. Je zegt, we hebben 3 vragen over deze nieuwe regeling. Namelijk nummer 1 over de kosten, nummer 2 over de innameregeling en nummer 3 over het privégebruik. Onze eerste vraag over de kosten is, en zo ga je verder. Stap 3 gaat over de communicatie na jullie presentatie. Na de presentatie gaan jullie misschien een onderhandeling in of een gesprek, of hebben jullie nog schriftelijke communicatie met de directeur of met een andere partij over het verhaal dat jullie zojuist hebben verteld. Het is dan belangrijk om dezelfde labels te blijven gebruiken die jullie ook in je presentatie hebben gebruikt. Zo laten jullie zien dat jullie achter jullie boodschap staan en dat jullie hele groep op de hoogte is van wat jullie standpunt is. In 3 stappen een goede presentatie maken met een groep. Hoe doe je dat? Stap 1, een goede verdeling maken in jullie voorbereiding. Stap 2, een helder verhaal tijdens de presentatie door te nummeren en labelen. En stap 3, duidelijke communicatie na je presentatie door dezelfde labels te gebruiken. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet hem dan niet te liken. En wil je nog meer video's zien over overtuigend spreken? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.